Ja, hallo en welkom. Harendoets door de avondklok. Ja, we zitten er natuurlijk allemaal midden in, de avondklok. Van 9 uur 's avonds tot 4:30. In ieder geval tot 10 februari. En sinds een aantal dagen zitten we erin. Een omstreden maatregel misschien nu al wel. Hè, als je kijkt naar wat er allemaal bezig is op straat. Maar we willen jou er een beetje doorheen helpen. Dus dat doen we met onze webshow, noemen we het maar eventjes. Harendoets door de avondklok. Iedere dinsdagavond, zolang de avondklok duurt, om 9 uur online op YouTube of de Facebookgroep. Maar als het goed is, zit je er al. Dus ik hoef je niet meer uit te leggen hoe je daar komt. Maar ik ga het wel even in beeld zetten voor het geval dat. Volg ons via sociale media. Harendoets op Facebook of Instagram. Ja, allereerst, mocht er iets fout gaan, dit is een budget ter waarde van een zak chips dat we hier hebben. Dus we moeten alles zelf regisseren, zelf in beeld brengen, zelf schakeltechniek spelen. Dus mocht er iets misgaan, dan weet je er alvast van dat het geval is. Het is een spontaan ideetje om toch voor te zorgen dat jullie wat afleiding hebben deze avond. Precies. Ja, en als ik even naar links kijk, dan zie ik daar. Je ziet me nu naar links kijken, maar daar zie ik Helianne. Goedenavond, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, goedenavond. Ja, het is, we doen het niet live, dus ik moet eventjes mijn hoofd daarin toezetten. Ja, Helianne, zaterdag hadden we voor het laatst de radio-uitzending op Oog Radio. Dat was de eerste avond ook dat de avondklok in zou gaan, die avond. Ja, het is een bijzondere paar dagen geweest, hè, inmiddels. Ja, het is eigenlijk al heel bijzonder, want dan is het eigenlijk na 9 uur dat niemand meer de straat op gaat. En dat geeft toch een raar gevoel of zo. Dan denk ik van, nou, een bijzondere avond. Het voelde eigenlijk een beetje als oud en nieuw, maar dan voor de avondklok. Ja, heel gek inderdaad, wat dat betreft. Ik moest gisteren zelf na 9 uur de straat op voor mijn andere werk. Was ik om 9 uur vrij, dus netjes met alle papieren op zak de straat op. Ik heb 4 politieauto's gezien, ik ben niet staande gehouden. Maar er was meer politie op straat dan dat er mensen waren. Dus dat was wel een bijzondere gewaarwording inderdaad. En de hele weg voor jezelf. Hè? Ja, dus, maar in Groningen was het ook bijzonder. En er was ook nog wat sneeuw gisteravond gevallen. En ik heb daar een heel mooi plaatje van gezien op de website op andere websites van met hou vol. Wat iemand in de sneeuw geschreven. Ja. Nou, dat vind ik dan wel weer heel mooi. Absoluut, absoluut. Hartstikke leuk inderdaad. Wij vinden het ook leuk als mensen nu kijken. Hè? Dus doe dat ook vooral. Blijf gewoon kijken. Je wordt in het komende, de komende minuten, de komende tientallen minuten. We kijken een beetje hoe lang we zin hebben, tijd hebben en onderwerp hebben. Kijken we een beetje hoe dat allemaal loopt. Maar in principe zijn we eventjes nu bij je met wat updates. Dingen die ons opgevallen zijn rond de avondklok en andere zaken. Dus ja, Helianne, we hebben een beetje zitten kijken. Sowieso moeten we eerst denk ik even beginnen over wat er gewoon in de wereld aan de hand is. Want ze zeggen het wel, Nederland staat inmiddels in brand. We hebben natuurlijk Amsterdam gezien, Eindhoven gezien, Urk hebben we gezien, onder meer. In meerdere steden gaat het eigenlijk hartstikke mis. En ja, dan vraag ik me af, hoe kijk je daarnaar, Helianne? Nou, ik vind het verschrikkelijke beelden om te zien. Eerlijk gezegd, ik kijk er ook niet echt naar. En nu ik ook wel geruchten lees dat ze morgen in Groningen wellicht ook iets willen doen, dan begin ik me toch wel zorgen te maken. Jij? Ja, inderdaad. Het doet mij vooral, en dat is misschien niet een link die je moet leggen of moet willen leggen, maar er zijn inmiddels meer die je mag leggen. Het doet mij denken aan 21 september 2012. Ja. En dat weet heel haren wat ik zeg, denk ik. Dat denk ik ook. Project X. Ik zag er trouwens nog wat over in onze Facebook groep, of op in ieder geval op de Facebook, dat al mensen daar al naar linkten en dan naar het rapport van Job Cohen erover. Inderdaad, ja, precies. Die heeft daar toen een rapport over geschreven wat er allemaal mis heeft kunnen gaan. En sommige mensen vragen zich wel af van, is dit nou te voorkomen geweest? Want ik bedoel, mensen zeggen we hebben 9 jaar geleden dit al gehad in Haren. Een soortgelijke gang van zaken qua opbouw. Hebben ze daar dan niks van geleerd? Vragen mensen zich af. Ja, dat is een hele goede vraag. Wat nu wel is, volgens mij, ik heb het idee dat het anders is dan in Haren. Ja, in Haren was natuurlijk ook heftig, maar het is niet. Nou, de aanleiding was anders natuurlijk. Ja, de aanleiding was anders en zo. Maar wat nu wel is, bij Project X Haren ging het om de spullen. Maar nu worden ook journalisten aangevallen en hulpverleners. Dus dat maakt het geval dan toch weer een ander verschil. En waardoor je eigenlijk als journalist, als je daar bent, ook niet echt veilig bent, denk ik. Absoluut, bijvoorbeeld als journalist, maar inderdaad laten we die hulpverleners niet vergeten inderdaad, die daar hun werk gewoon moeten doen, daar ook maar worden afgestuurd. Ja, dat je dan afgelopen weekend zag dat er in Enschede zomaar een ziekenhuis, dat ze daar proberen de glazen in te smijten, ja dat is gewoon achterlijk, laten we wel wezen, ik bedoel dat kan echt niet. En wat je ook vindt, hè? Het lijkt me niet verstandig dat we daarop gaan,
werken, om maar zo te zeggen, op zulke manieren gaan werken. Maar goed, ja, als we het dan lokaal bekijken, dan is het toch ja, anders, hè? Als je het zo zegt. Want ja, lokaal is het dus, nou ja, goed, er gaan wel berichten op sociale media, hè? Als we het zo mogen zeggen. Ja, dat er wel wat aan staat gebeuren in de binnenstad. Dus van Groningen, inderdaad. Daar hebben we het over morgenavond. Hoop dat Haren dan rustig blijft. Ja, nou ja, goed, laten we hopen dat Project X sowieso nooit weer gebeurt. Want ik bedoel, dat zou je dan krijgen. En ja, toen is er ook genoeg geplunderd en ingegooid. Ja, we weten allemaal hoe het is. Ja, weet je wel. Dat is niet goed. Hou vooral de kanalen ook van oog in de gaten. Mocht er wel wat gebeuren, dan houden ze je natuurlijk uiteraard op de hoogte. Inderdaad, zo is het. Hey, Helianne, we hadden het afgelopen zaterdag in onze uitzending hadden we het over de FC Groningen. Hè? Want zij moeten trouwens, als dit online komt, dan zijn ze aan het voetballen thuis tegen ADO Den Haag. Maar afgelopen zaterdag moesten ze ook voetballen. En dat was uit bij Vitesse. En we vroegen ons eigenlijk af, hoe kan het zo zijn dat terwijl er een avondklok is, FC Groningen toch op pad mag? Hè? Ja, dat we hebben dat even uitgezocht. Ja, ik heb even contact opgenomen met onze FC Groningen-watcher Daniel Telen. En die heeft er eigenlijk best wel veel over verteld. Hij heeft letterlijk tegen mij gezegd, op dit moment heeft profvoetbal ten aanzien van een andere sporten een luxe positie. Het is volksvermaak tijdens de lockdown op tv en dat is de reden dat het profvoetbal überhaupt dus door mag gaan. Dus ik denk dat dat eerst goed is om te weten waarom het door mag gaan. En tijdens de avondklok mag je trouwens dan wel reizen voor werk. En aangezien voetballers praktisch gezien hun werk uitvoeren door te voetballen, kunnen zij met een werkgeversverklaring en eigen verklaring gewoon wedstrijden spelen na 9 uur. Uiteraard, dat was ook een beetje het antwoord wat ik verwacht had. Maar het is wel ja, raar om te zien dat er gewoon doorgevoetbald wordt terwijl iedereen in Nederland binnen zit. Maar ik denk dat het ook wel goed is, want sommige mensen zeggen ook wel, als we geen voetbal meer hadden, dan slaan we elkaar helemaal de kop in thuis. Dan is het helemaal op de duur. Precies, dus dat, nou ja, het is op zich, het is wel genieten. Ondanks dat het FC het een beetje slecht heeft gedaan zaterdag. Laten we hopen dat het vandaag alsnog goed afloopt met FC Groningen thuis tegen ADO Den Haag. Maar dat is nummer 17. Ik heb ze zaterdag gezien tegen FC Emmen. Sloeg helemaal nergens op. Dus ik denk dat het wel haalbaar is. Ja, Helianne, ja, je ziet dan inderdaad dingen, zaken rond de avondklok. Onze collega's van OogTV die zijn de straat op gegaan. Want die vroegen, wat vinden mensen nou van die eerste avondklok? Dus ik schakel even over. Nu zie je eventjes, ja, dat is inderdaad... ik werk er weinig van. Ik werk beetje typisch, maar dit zijn de beelden van collega's van OogTV. Ja. Dus ik ben z'n avond voor 9 uur ben ik thuis. Ja, precies. En de collega's dan? Maar die ben ik smitten doen. Nee. Dat is gewoon dooieboel. Ja, wat voor verhalen krijgt u daarvan te horen? Ja, dat ze maar 1-2 ritjes hebben. Ja. Een doktersdienst of een ziekenhuis en that's it. Hoe ervaart u tot nu toe de avondklok? Dat is voor ons helemaal geen probleem. Nee, we gaan s'avonds niet weg. Nee. Dus dat is prima. Ja, ik heb er eigenlijk eerst niet zo'n last van. Want ik zit met mijn vrienden in hetzelfde appartementencomplex. Dus ja, ik heb eigenlijk totaal geen effect van de avondklok nog gehad in ieder geval. Maar voor deze, ja, het is wel nodig eigenlijk. Als het nodig is, ja, we kunnen het best maar gewoon luisteren naar de overheid. Ja, zo is het natuurlijk. We kunnen het beste luisteren naar de overheid. Dat is misschien toch wel het beste idee. Maar ja, goed, dit zijn dan de meningen van de Groningers. Is dat ook een beetje wat jij terug ziet komen op andere kanalen? Als je dat zo ja, voor ons een beetje in de gaten houdt. Ja, ik heb gisteren een poll geplaatst op de Facebookgroep. Want ik was eigenlijk wel benieuwd hoe mensen dan hun avond invullen. Zeg, na 9 ja, uur. Uiteraard, ja, tuurlijk, want ik denk van inderdaad van ja, we kunnen zeggen we hebben er moeite mee, maar je moet toch thuis je zien te vermaken. En de meerderheid van de stemmen die zit gewoon thuis op de bank voor de televisie. Maar wat opvallend was, er zijn ook nog andere antwoorden genoemd. Doordat ik overdag mijn kinderen moet helpen met school, haal ik in de avond achterstallig werken. Ja, dat is ook wel handig. Oh ja, zeker. Absoluut. Ja, en dan nog even wat reacties erop. Van Anita Grelling, die schrijft, de gemiddelde avond nadat mijn dochter op bed ligt, hang ik lekker op de bank tv te kijken of gamen of een spelletje. Omdat ik in de zorg werk, moet ik soms ook na de avondklok nog aan het werk. Dus meerdere antwoorden voor mij. Nou, Albert, die loopt met de hond. En Marja Hulshoff, die zegt, het is een combi. Ik maak er thuis wel wat gezelligs van en werken, omdat ik daar overdag niet de hele tijd aan toe kom. En Marianne Suurmeijer, die maakt gewoon de gebruikelijke en rustige avondronde met de honden. Ah, kijk. Ja, ik zat eventjes ondertussen te kijken naar de website van Stichting Kijkonderzoek, de SKO. Dat houdt de kijkcijfers bij van de landelijke televisiezenders in Nederland. En als je even meekijkt, dan zie je hier dat bijvoorbeeld ja, nog steeds een klapstuk is het NOS-journaal van 8 uur op NPO 1. Dat had gisteren ruim 2,9 miljoen kijkers.
Maar bijvoorbeeld zo vermaak als Married at First Sight, 1,3 miljoen kijkers. Hunted Vips, hè, dat is Hunted, dat is dat ze op de vlucht moeten voor opsporingsdiensten mensen. Hè, die kunnen zich dan normaal voor opgeven. Maar Vips is dus, zoals de titel al zegt, met bekende Nederlanders, had ook 990.000 kijkers. GTST is natuurlijk meer dan een miljoen weer. Dus dat zijn toch de programma's die het wel lang weten vol te houden. Hè? In deze tijd, zeker als veel mensen thuis zitten, dan alle publiek kijkt. En als je bijvoorbeeld naar Wie is de Mol kijkt, dat zit ook rond de 3 miljoen kijkers of zo. Soms een beetje meer, soms een beetje minder op dit moment. Ja, het is bizar eigenlijk om te zien, hè, hoeveel mensen er nu voor de televisie zitten. Dit zijn normale cijfers van een persconferentie met Mark Rutte. Nee. En nu is het iedere avond raak. Nou ja, weet je wat het wel is? Mijn programma's bijvoorbeeld als Wie is de Mol en Hunted. Ja, ik ben zelf ook een van die kijkers. En ik ben blij dat soort programma's gewoon door kunnen gaan. Het is wel gewoon echt vermaak. Bijvoorbeeld met Hunted, dat is hartstikke spannend. Hoewel ik die Hunted Vips nog terug moet kijken. Maar ook wel Wie is de Mol. Dat is ook altijd wel weer spannend. En ik ben al een Wie is de Mol fan. Dus ik ben dan extra blij dat ze gewoon nu in dit jaar, want ze hadden in 2020 nog een extra jubileumseizoen. Dus eigenlijk gewoon twee keer Wie is de Mol. Op een best korte termijn achter elkaar. Ja, ik ben heel eerlijk. Ik vind er niks aan. Nee? Wie is de Mol? Nee, ik vind er helemaal niks aan. Hunted vind ik geweldig, gewoon om te kijken in principe. Maar Wie is de Mol, daar vind ik niks aan. Maar het is wel bijzonder om te zien dat de NPO en dan in het bijzonder de omroep AfroTros, want dat is voor beide programma's de uitzendende omroep, dat die zoveel successen scoren. Hè? Die scoren op dit moment na de NOS zo'n beetje de hoogste kijkcijfers met hun programma's. Ja, ik vind het best heel erg interessant, confronterend. Maar ik vind ook Marcel van der Ven, dat is dan een van die hunters. Wat zo'n geweldige, fanatieke man. Die man die springt bij wijze van volgens mij al op de boot om mensen aan te houden. Maar ook als je echt... Dat heeft hij de laatste keer gedaan, ja. Maar dat moest ook wel, want anders kon ze niet pakken. Hè? Want ze moest op Texel zijn om het land uit te vluchten. Ja, maar volgens mij zou hij er zelf zo ook achteraan rennen. En ik vind dat dan wel mooi. Want ik heb ook nu eerdere seizoenen gezien tijdens de coronatijd gewoon. En nou ja, dan zie je toch wel van hoe fanatiek die hunters zijn om toch alles te vinden. En het is toch elk jaar wel weer spannend hoe het dan afloopt. Dus jij hebt eigenlijk iets nieuws ontdekt. Ja, ik heb wel weer iets nieuws ontdekt, ja. Heel goed, heel goed. Ja, nee, als ik dan kijk... Ik kijk zelf veel voetbal toch wel, hoor. Mm-hmm. Ook wel sport, voetbal. Bijvoorbeeld naast FC Groningen is nu ook Donar in de Europese bubbel. Voor de kwalificatie van voor de FIBA Europe Cup. Hebben ze toen nooit iets van aangepast. Dus ik zit er niet helemaal in op het moment, hoor. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat zijn dus wel leuke kijksporten. Ik game wel veel naast het werk. En ik ben natuurlijk ook gewoon... Wij zijn natuurlijk veel voor de radio gewoon bezig. Dus als je gewoon het goed timed... Dan heb je eigenlijk gewoon altijd nog steeds wel wat te doen. Ik merk zelf voor mezelf, laat ik het dan zo zeggen... Ik merk voor mezelf niet zo dat het heel rustig is ineens. Nee, je probeert wel je avond door te komen. Ik kijk ook voornamelijk dan veel Videoland en zo Netflix. Dus gewoon on demand. En een andere leuke hobby is wat ik ook doe, is diamond painting. Oh, ja, ja, ja. Dat is wel interessant. Ik pak hem er gewoon even snel bij. Oh, dan ga ik even kijken. Oh, wat is dat voor een vel, joh? Nou ja, dit is dan een foto van ons. Maar oh, dan ga je jeetje. Allemaal van die diamantjes plakken. Dat is wel een aanrader om te doen. Ja, nee, ik ken het, maar dit is top. Ja, cool, hè? Dit ziet er heel goed uit. Hoe doe je dat dan? Want dit is gewoon een foto, hè? Het lijkt mij. Ja. Van jou en je zuster, zo te zien. Hoe neem je dat dan over, uiteindelijk? Nou ja, hoe het is, zeg maar, de website waar je dit dan bestelt, die maken die foto's zo met allemaal nummertjes. En elk nummertje is een symbool, zeg maar. En als jij dat symbool op de plaatje ziet, moet je daar de juiste kleur diamant op plakken. Dus het is eigenlijk een soort legpuzzel, maar dan in het klein. Ah, kijk. Ah, goed, hè? Goed, ja. Ja, vroeger ook van die tekeningen met nummertjes, hè? Dan kon je dat inkleuren. Dat vakje moest zo'n kleur en er was ook puzzelen welke kleur moet bij welk nummer. Dat doe ik ook nog steeds. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat was basisschool. Leuk man, leuk. Hey, als we dan even verder kijken, hè? Want als je dan naar de avondklok kijkt... ik moest er gisteren nog met de honden uit, plotseling. Want die moest nodig. Dan is het 9 uur geweest. En dat mag dus. Zijn riem was trouwens, dat is nog steeds zo. We krijgen een nieuw binnen vandaag. Maar zijn riem is kapot. En dat is zo'n touw uit zo'n ding van 3 meter... Dus en we moeten nu steeds met het hele touwtje, want dat is er helemaal afgerold van de rol af. We moeten dus nu met het hele touwtje opgerold vast in de handen lopen. Dat streamt als de pest, maar goed, er komt een nieuwe binnen. Maar goed, moest ik het nog even met hem uit. En dan is het heel rustig op straat. Het enige wat je ziet, politieagenten, maaltijdbezorgers en andere mensen met de honden. Ja, maar heb je dan ook dat je meer mensen met de hond aanspreekt dan mensen jou groeten of...
Nee, gewoon zo snel mogelijk naar binnen. Heb ik helemaal geen zin meer s'avonds als ik van mijn werk kom, joh. Sowieso niet. Ook al mag het wel allemaal. Nee, maar dan kun je op één hand tellen, die mensen ook. Dus dat is, nee. En het zijn toch al mensen die naast je wonen, die spreek je sowieso wel. Maar nee, het is heel raar om te zien inderdaad. Maar wij zagen bij de collega's van het OogTV Nieuws, zagen wij ook veel honden, hè? Ja, namelijk onze collega, die is, heeft een hond geleend, zodat ze op tijd bij haar ouders kon zijn. Precies, inderdaad. En ja, ze heeft dat onderweg op de volgende manier gedaan. Want we hebben een stukje van die televisieshow hebben wij in beeld. Heeft wel verzoeken gekregen van vrienden of onbekenden misschien om te vragen, nee. Mag ik even de hond lenen? Nee, nog niet. Nou, ik zou er niet van opkijken. Nee. Zou je wel de hond uitlenen? Nee, dat ook niet. Nee. Ik ga met ze lopen dan. Precies. Ja. Hallo. Hey. Hallo. Is dit nou je eigen hond? Nou, het is niet mijn eigen hond. Oh, ook een leenhond? Maar wel een leenhond voor een tijdje, al voor de avondklok. Je hebt dus niet snel een huis gehaald als excuus? Nee, dat niet. Nee, hij is een maandje bij mij. Ja, nog eventjes. Nou, leuk. Dus jij mag fijn nog over straat. Ja, klopt. Hoe is dat de eerste avonden? Nou, gisteren was het wel een beetje raar. Toen was het ook wat later. En toen was ik echt de enige op straat, behalve één verdwaalde fietser en twee politieauto's. Toen voelde het wel een beetje, onheimisch. Had je ook het gevoel dat je criminele dingen aan het doen was? Nee, dat nog niet. Nee, maar wel. Ik voelde me wel heel alleen in de stad. Ik was in de binnenstad en normaal is het hartstikke druk. Ja. Maar nu, ik weet niet wat er gebeurt, maar nu... Ze hebben me door, hoor. Ja, precies. Oh. En nu is er helemaal niemand. Dus nee. Het voelt eigenlijk een beetje, misschien is het veilig, maar het voelt een beetje onveilig ook soms wel. Of onheimisch inderdaad, als je het goed uitspreekt. Precies. Een van die vele mensen die dat toch door de stad moet lopen inderdaad. En ik zag van het weekend ook wel mensen voorbij komen die ook door de media werden geconfronteerd door televisie of door de krant of fotografen. Het eerste wat ze roepen, ik heb een papier. Dat vind ik wel leuk inderdaad, maar die papieren jongens, dat is toch ook wat joh. Zou jij je hoofd uitlenen? Onder geen enkel beding. Hij heeft last van de darmen, dus het is sowieso geen verstandig idee op het moment. Want hij heeft soms weer de poepen dat hij een beetje moeilijk kwijt kan. Dus we moeten echt wel een beetje op hem inpraten. En hij neemt al niks van vreemden aan, om het maar zo te zeggen. Dus het is wel van belang dat wij dat ook echt doen. Want anders dan wordt het hem helemaal niet en dan zit hij straks verstopt. Dat moeten we niet hebben. Het is niet heel smakelijk, ik snap het. Maar nee, dat moeten we niet hebben, dacht ik zo. Hè? Nee. Precies. En jij hebt geen huisdieren, nee. In principe? Een leenhond, is dat een idee? Nee, ik heb ook geen leenhond, maar maakt ook niet zoveel uit. Ik vermaak me ook wel prima binnen hoor, na 9 uur. Nou, goed zo. Heel goed. Ja, gisteravond ging sneeuwen zelfs nog, hè? Dus dan is het eigenlijk wel heel erg zuur dat je niet de straat op mag, nee. In principe. Maar ja, in de donker in de sneeuw is ook niet warm. Maar er zeggen de voorspellingen wel dat er wat meer sneeuw wordt verwacht, hoor. Ja, echt? Ja, vrijdag, Ja, vrijdag. Ja. Zegt ons weerman dan Johan Kamphuis. Precies, inderdaad. Maar heb jij die beelden gezien van de Grote Markt van gisteravond? Ja. Want daar heeft iemand op de Grote Markt, midden op de Grote Markt, het volgende geschreven. Hou vol. Nou, jazeker, midden in de sneeuw. Ja, dit is trouwens een foto vanaf de Martini-toren, vanaf de webcam van de Martini-toren. Daar heeft dus iemand hou vol opgeschreven. Hier zie je het nog beter in een tweet van Sietse met de C. Grote Markt Groningen via Sikkom, het Sikkom 050, daar zie je hou vol nog duidelijker staan op de Grote Markt. En het leuke is ook dat echt alles op de Grote Markt is ook gewoon wit daar. Is geinig om te zien. Zelfs de weg zelf, de politiebusjes moeten er glibberend doorheen. Dat is toch ook wel leuk om te zien. Maar je gaat dus niet eerder op bed of zo, begrijp ik hieruit. Nee, dat je ineens denkt van ik ben... Nee. Zelfde tijd, gewoon probeert door te leven zoals ik deed. Ja. Jij? Ja, nee, ik zit toch al vaak binnen tv te kijken. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen, je mag het misschien niet zeggen, maar er is wel aanleiding nu om televisie te kijken op zich, qua actualiteit 's avonds. Ik bedoel met alles uit wat er de afgelopen dagen gebeurt in Nederland. Ik denk ook dat wel van alles wordt gedaan om te zorgen dat er gewoon meer aanbod is, dat mensen juist binnen blijven. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het aanbod dus op dit moment vind ik echt top. Ik heb eigenlijk bijna geen Netflix meer nodig op het moment, wat dat betreft. Ik red me in principe wel met alle actualiteiten, rubrieken en sport. En ik kijk niet eens films op tv, dat doe ik sowieso al niet, want ik vind die reclames irritant. Dat zeg ik, staat ook wel op Netflix vaak.
Maar het is niet echt dat je zegt, ik verveel me of zo, zoals rond de feestdagen. Terwijl ik dat wel heel erg... Wat ook wel grappig is, Big Brother is natuurlijk nu begonnen, de remake van de jaren 90. Maar ja, die mensen die weten dit niks, is, nee, niet remake gaan zeggen, want dit is geen remake, dit slaat eigenlijk nergens op. Nee? Dit heeft gewoon niks te maken met de originele Big Brother. Maar ik heb die tijd nooit echt meegemaakt. Nee, ben je te jong voor, denk ik, hè? Ik ben te jong voor, originele Big Brother. Dus ik kan daar niet echt de vergelijking uit trekken. Maar vind je deze smeerlapperij nou echt leuk? Ja, ik kijk er wel naar, ja. Ja? Dus op het moment dat wij nu live zitten te streamen, is het er ook op, hè, zometeen? Ja, maar dus je gaat zometeen gelijk kijken. Ik kijk gewoon via Videoland, hoor. Oké, je zit ook nog 24 uur per dag naar die ellende te kijken? Nee, dan? Dat niet. Dat gebeurt niet. Ik wil zeggen, je verveelt je toch niet zo... Nee, de echt interessante dingen die worden natuurlijk wel in de avonduitzendingen gedaan. Precies, ja, anders kijkt er niemand meer. Als we het dan over kijkcijfers hebben, die hebben weer iets minder goede kijkcijfers, ook Big Brother. Die hebben 200.000, 300.000 of zo, geloof ik. Maar, goed, maar dat was al wel lang bekend zo, dat dat niet zo goed ging. Maar ja, als je ook tegen hun het op moet nemen en kijk even naar Married at First Sight. Ja, precies. Ja, Hunted heeft het natuurlijk net zo lastig. Hè. Die zit op NPO3, is ook niet echt een... Een grote zender, om maar even... Dat is de kleinste NPO-zender van de drie. Maar er kijken wel veel meer mensen naar. Ja, maar ze hebben wel goed kijkers. Dus maar wellicht heeft dat ook te maken met dat mensen een beetje rondzeppen, hoor, binnen de NPO. Dan heb je journaal en daarna weer wat anders. En daarna ga je weer terug wellicht naar het nieuws. Ja, ik denk dat mensen gewoon geïnformeerd willen zijn nu. Dat denk ik ook. Want dat het gewoon is. Alleen maar nieuwsprogramma's, behalve Married at First Sight, in de top 10 staan. Precies. Nou, dan zit ik nog even verder te kijken, hè, in onze onderwerpen. Want je had het nog over, jij wilde nog iets doen met zwemmen in open water. Ja, dat zie ik nu ook heel veel. Ik denk dat jij daar absoluut niet van houdt. En ik zelf ook niet. Maar in ieder geval niet met dit koude weer. Maar ik zie gewoon steeds meer mensen die springen gewoon in het water. Dat zag ik gewoon op de onze Facebookpagina heel veel voorbij komen van mensen die toch die duik wagen. Ik heb het wel op het nieuws gezien, inderdaad, ja. Ja, dat schijnt dus iets te zijn, omdat mensen dus nu... Normaal zwemmen ze dan een paar baantjes 's morgens, maar dat kan nu niet. Sommige buitenbaden zijn open, maar bijvoorbeeld de papiermolen in de stad dus niet. Dus we hebben eigenlijk niks in de stad Groningen. En dan zit je dus nu te kijken naar mensen die, hoe zeg je dat? Zich aan 9 graden water of nog kouder wagen. Ja, dat vind ik gewaagd. Ja, ik ook. Daar ben ik heel eerlijk in, ja. Het is ook niet zo veilig. Ik zou het ook niet doen, persoonlijk, als je niet getraind bent. Nee, die oproep wordt ook wel echt gedaan, hoor. Om dit wel te doen als je getraind bent. Ja, absoluut. Ja, maar goed, dus dat bijvoorbeeld Paterswoldsemeer, kan ik me wel voorstellen dat het daar bijvoorbeeld raak is steeds. Ja, of in het Hoornsemeer, bij Kaaphoorn. Oh ja, gebeurt het ik daar ook? Ik heb daar iemand echt zien zwemmen. En die vrouw die kwam er helemaal rood uit van de kou. Ja, tuurlijk. Wanneer was dat? Gisteren, oké. Okay. Ja, dat was niet warm, inderdaad. Nee. Heb je nog andere dingen gezien waarvan je zegt van, nou, dat is ook bijzonder. Dat moet ik ook even behandelen. Nou ja, even terugkomend op de avondklok. Dat was namelijk op de Westerhaven. Was ook iemand die schreef in de sneeuw, lieve politie, succes met werken. Ja, dat zie je toch ook wel veel. Ik zag gisteren ook een tweet van een journalist van het RTL Nieuws. Die was... een verslag aan het maken ook van rellen ergens. En die kregen een zak patat van een frietkar daar ergens in de buurt of zo. Het heette de frietbar, geloof ik, van de cafetaria. Dat was hartstikke leuk om te zien. Dus dat soort dingen die komen ook zeker voorbij op dit moment. Zie je veel op sociale media voorbij komen. En ik vind het toch ook wel leuk. Maar laten we wel wezen. Hè. Ik denk dat 95% van Nederland gewoon normaal is, hoor. Laten we het wel. Het lijkt nu net alsof iedereen volslagen idioot is geraakt. Maar dat valt wel mee, volgens mij, nog altijd. Eerlijk gezegd, ik klop hem even af. Het is nu deze dag gelukkig nog gewoon rustig gebleven in Groningen. En dat is dan wel weer goed. Absoluut. Ja, dan wil ik toch nog even één ding. Mensen hebben het natuurlijk over de kappers zelf ook trouwens. Want het gaat niet goed. Nee. Dat mogen duidelijk zijn. Maar mijn haar, jongen. Je ziet steeds dat plukje hier. Ik wip er nu even aan. Mijn haar, ik heb het inmiddels... als ik even doorga, dan kan ik een knotje nemen. Maar hoe gaat het bij jou, Helianne, qua kapsel? Nou ja, ik ben nog voor de lockdown naar de kapper geweest. Ja, ik dus niet. Ja, ik ben wel tijdens corona nog weer naar de kapper geweest. Maar niet meer tussen de eerste en de tweede lockdown in, zeg maar. Of nee, net na de eerste lockdown, denk ik. Dus nou, ik heb niet zo'n enorme haargroei. Alleen het begint me nu helemaal flassig dun hier op het voorhoofd. En allemaal. Dus ik dacht van, we kunnen nu per week gaan meten...
hoe het met mijn haar staat. Je hebt wel echt een coronakapsel. Ja, precies. Het is heel erg. Ik loop ook onder de douche weg. Ik heb mijn haar gewassen. En dan is het gewoon een pijnlijke exercitie met de kam nu ook. Het zit allemaal in elkaar gedraaid nu. Ik heb vrij dik haar. Het wordt nu wel iets dunner. Maar ja, kijk, het zit voor geen meter. Dat is gewoon wat het is. Nou ja, maar ja, je kunt niks anders. Profvoetballer worden. Daar mag je nog een kapper laten komen blijkbaar. Nee, maar mijn moeder die is dus kapster. Mm-hmm. En daar die balt natuurlijk enorm van alles. En die heeft wat tips zeg maar opgeschreven. Ah. Wat je kan doen tegen je coronakapsel. Nou, vertel. Nou, wat zij eigenlijk adviseert is, ze zegt, je haar groeit eigenlijk 1,2 centimeter per maand. Dat is meer dan ik dacht, weet je dat? Ja, echt? Hoeveel dacht jij dan? Ja. Ja, ik dacht halve centimeter of zo. Ik denk dat het ook wel een beetje per persoon verschilt. Maar ja, aan de andere kant 1,2 centimeter, dat is ook weer niet zo heel veel als je als lineaal ernaast legt. Maar nee. Ja, nou ja, sta je niet bij stil, denk ze ik. Ze adviseert als eerste om zelf niet met de schaar aan de slag te gaan. Nee, joh. Er zijn mensen die doen dat blijkbaar. Want dan gaat model eruit en dan gaat je haar nog gekker zitten. Beter is eigenlijk om het toch maar gewoon te laten groeien. En mochten de pieken echt verkeerd gaan staan, wellicht is dat wel handig voor jou. Met een beetje wax of lak, dat kan nog wel eens helpen. Ja. Heb je lang haar, steek het dan op of maak een staart. Probeer de achter- en zijkant naar binnen te feunen met een ronde borstel. Nou ja, als de zijkanten te veel omkrullen, helpt het soms om het achter je oor te kammen. En dan... Ja, dat doe ik soms. Dat probeer ik al, maar dat helpt me niks. Het staat me dan helemaal naar de zijkanten toe dan uiteindelijk. Dus nou ja, dat wordt het dan niet. Als echt niets meer werkt, gebruik een haarband, haarspeltjes of zet een hoed of pet op. Misschien dat je wel ergens een goede oogpet kan scoren. Een oogpetje? Ik weet niet of je hebt hoor. Als niet, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. En tot slot... Probeer zo snel mogelijk een afspraak te krijgen als het bekend wordt wanneer de salon weer open mag gaan. Zij gaat dan wel extra lange dagen werken, maar ik weet natuurlijk niet hoe het met andere salons in Groningen zit en haren. Mm-hmm. Precies. Er zijn natuurlijk veel kapsalons in Haren, dus de Haarse ondernemers worden misschien zelfs nog een beetje onevenredig getroffen. Hè? Want alle kappers in Haren zijn in principe dicht, wat dat betreft. Ja, hè? En ze hebben ook allemaal op hun eigen manier hun best gedaan om er toch voor te zorgen dat ze veilig kunnen werken. Zoals bijvoorbeeld die lunchbezorgservice. Dat mensen die dan bij de kapper komen dan een lunch kunnen krijgen. Ja, oh oké, okay. Ja precies. Oh ja, ja. Ik vind het wel slim eigenlijk. Ja. Dat soort dingen. En bijvoorbeeld maar ook echt die anderhalve meter. Dus de hele salon ombouwen om te zorgen dat klanten anderhalve meter houden. En natuurlijk gewoon heel nauwkeurig hun afspraken inplannen. Ja, precies. Nee, ja goed. Dat is sowieso belangrijk dat je op reservering komt. Dat is nu tegenwoordig natuurlijk, eigenlijk ben je dat al gewend. Ik bedoel, dat moest voor de lockdown al overal. Maar ik vind het vooral ook belangrijk dat je wel ziet nu dat heel veel kappers hun echt heel veel investeren. En dan hebben ze een week mogen knippen of zo, ongeveer. En dan is het weer gebeurd. Dat is wel jammer, hè? Ja. Maar ja, je kunt de anderhalf meter niet houden. Dat is natuurlijk de reden dat nee, de kappers is. Zelf niet. Maar er is een enorme teleurstelling bij de kappers ook onderling, hoor. Ja, als je dat zo meekrijgt, ook wel voor mij kappers onderling in Haren met elkaar, dat ze toch balen. Ja. Ja, er is sowieso wel... Er is vroeger toch ook een kappersoorlog geweest in Haren een paar jaar geleden. Ja, omdat ze zoveel thuis gingen knippen. Nou ja, nog erger. Ook toen, zeg maar, waar ik dan woonde in de straat, waren twee kappers. Ja, precies. Nou, waaronder jouw moeder dus. Waaronder mijn moeder dus. Dus dan gaat dat wel natuurlijk een beetje los. Ja. Maar goed, weet je wat het wel is? De kappers die hebben met hart en ziel natuurlijk aan hun zaak gewerkt. Er is... heel veel verdriet ook wel onderling. Ze zijn zelfs wel van mening van kappers zijn soms wel essentieel op een bepaald vlak. Want er zijn mensen die kunnen hun haar niet wassen. En die komen bij de kappers om hun haar te wassen. Bijvoorbeeld, tuurlijk. Hè? Verzorgingshuisdoelgroep doe je dan op, denk ik. Ja. Ja. Hey, maar even nog iets anders, hè, tot slot. De bewegende ontmoetroute, daar hadden we het afgelopen zaterdag over. Bodyfit Haren en Berendschoente en Fruit hebben die opgetuigd eigenlijk door Oosterhaar. En dat is een enorme hit, blijkt. Jij zei, misschien moet ik dat eens gaan doen als beweging. Ben je al op pad geweest? Nee. Nee? Oh, jammer. Misschien eind van de week wel even. En dat ik er dan wellicht aanstaande zaterdag iets over kan zeggen. Ja, ik zou het wel... Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Maar het is een hartstikke leuk idee waarbij je dus kunt een wandelroute of een hardlooproute of fietsroute kunt afleggen. Steeds dezelfde route in alle gevallen. En dan stop je dus bij Bodyfit Haren, krijg je een kleine groepsles als zij aanwezig zijn. En bij Berendschoente en Fruit kun je ook tijdens de openingstijden dan een stuk fruit
als gezond tussendoortje krijgen. Hè? Dus ik vind dat wel een leuk idee. Een heel leuk idee. En als het vrijdag goed weer is, ik denk dat ik hem dan gewoon ga doen. Precies. Hey Helianne, zaterdag weer, hè? Haren doet op Oog Radio van 11 tot 1 uur. We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen, maar het is ook belangrijk dat jij laat weten wat jou bezighoudt op dit moment. Want we willen graag ook aandacht besteden aan iedereen in Haren die iets te melden heeft. Dus ze kunnen dat aan ons melden, hè, via de sociale media. Dus dat is Haren doet op Facebook, de groep. Instagram hebben we een account, Haren doet, kun je ons ook DM'en. En een mailadres hebben we ook. Hè. Ik zal hem eventjes in beeld zetten. Dat is harendoet@oogradio.nl. En als het nou snel gaat, hij is nu in beeld. harendoet@oogradio.nl. Daar kun je altijd al je tips naartoe mailen. Ook trouwens voor dit gebeuren. Want in principe de avondklok is volgende week nog. Dus volgende week om 9 uur dan zijn we weer op het Haren doet YouTube channel. Zoek gewoon even op YouTube op Haren doet. En je komt er vanzelf. Of via diezelfde Facebookgroep als die ik net noemde. En als je wat te melden hebt, geef het vooral door. Want dan kunnen we daar ook even over hebben. Absoluut. Nou Helianne, fijne avond. Ja, jij ook.